Ik ben Mara Michels van Inspiration Network. Vandaag gaan we inspireren en empoweren. Waarom? Ja, gewoon omdat het heerlijk is. Het is lekker om lekker te voelen. Je gaat er gewoon voor. Jezelf te blijven motiveren, jezelf te blijven inspireren. Wie wil dat nou niet? Hey, het thema van vandaag is liefde begint bij jezelf. Het gedicht dat ik nu ga voordragen heet Ik doe wat ik wil. Eigenlijk een soort liberaal gevoel wat ik had en ik dacht, yeah! Ik ga er gewoon voor. Dus ik begin gewoon. Ik leef vrij en ik ben bijna altijd blij. Ik vind het heerlijk om te genieten en gewoonweg te schudden met me. Ik doe lekker waar ik zin in heb. En als het je niet bevalt, dan heb je pech. Vroeger dacht ik altijd, oh, wat zou hij denken? Wat zou zij denken? Nu denk ik, dikke. De omgeving laat bepalen hoe ik me moet voelen. De omgeving stelt mijn doelen. Hallo. Ben ik wakker? Hoi, ik ben verantwoordelijk voor mijn leven. Ik bepaal waar ik mijn energie aan wil geven. Geen hokjes waar mijn vrije geest in past. Ik ben het Karel Appel die het heerlijk vindt om te kliederen met mijn klas en mijn kwast. Alle kleuren te gebruiken en lekker in het diepe te duiken. Yes, I love life. Een boek dat mij erg heeft geïnspireerd en mij heel veel kracht heeft gegeven om mezelf eigenlijk te accepteren voor wie ik ben. Deze will heal your life. Het gaat eigenlijk allemaal in dit boek om jouzelf te veranderen, te transformeren via je mind, via de beelden die je hebt, wat weer automatisch zal leiden in hoe je je voelt. Gedachten is ongeveer 50.000 gedachten op een dag. Moet je nagaan als dat negatief is. Wat doet dat met jouw gevoel? Als jij denkt, ik kan dit niet, hè? Waar komt dat dan vandaan? Is het omdat je ouders ooit een keer hebben gezegd, meid, je bent te dom om dat te doen. Dat ga jij helemaal niet lukken. Dat zit niet in onze familie. Nee, dat nemen we niet aan. Louise zegt, hey, verander dat. Kom achter de oorzaak en verander het patroon. In de spiegel staan en zeggen, ik hou van mezelf. Louise, hey, you can heal yourself. Want liefde begint bij jezelf. De opdracht van deze week. Morgen sta je op. Het eerste wat je doet is trill je muziek keihard aan. Heerlijke upbeat music en begint gewoon je ass te shaken. Gewoon, geef je ogen aan muziek. En ik ben benieuwd, echt heel benieuwd hoe jij je dag zal ervaren. Ciao.